Hey, en leuk dat je bekijkt naar Handig. Er is vandaag hebben wij een heel schokkend artikel gelezen. Er is namelijk een nieuwe video in de omloop die verstuurd wordt via WhatsApp, die ervoor zorgt dat je telefoon crasht. Vanochtend kreeg ik een belletje van Yuri en die kreeg het filmpje doorgestuurd. Dus wij hebben een video voor jullie gemaakt. Gaan we zo laten zien wat het precies doet, wat het inhoudt en wat de gevolgen ervan kunnen zijn. Ik moet erbij zeggen, er is nog geen oplossing voor, maar daar gaan wij in één deze dagen gaan wij daar voor jullie achteraan. En dat zullen jullie zo snel mogelijk laten weten. Over. Oké, ik heb net laten zien wat er precies gebeurde. Ik speelde even het filmpje af. Het gaat om dit filmpje. En zoals je zag, kan je hem afspelen. Het duurt ongeveer 3 seconden. Je hoort een pianomuziekje. En dan binnen een half minuut, dan valt hij uit. Dan loopt hij vast. Noem maar op. Het is natuurlijk super vervelend. Zeker omdat de oplossing er nog niet voor is. Het is in omloop. Het wordt door veel mensen verstuurd. Dus mocht je dit filmpje nou tegenkomen op je WhatsApp, open hem dan niet. Want gegarandeerd dat jouw telefoon ook vastloopt. Het filmpje is nog zo nieuw dat de exacte gevolgen nog onbekend zijn. Maar we hebben al berichten gelezen van mensen die hun wachtwoorden gestolen zijn. Dus dat hun Facebook-account bijvoorbeeld gehackt is. En als ze dat kunnen doen, dan kunnen ze natuurlijk ook bij je creditcardgegevens, bij andere bankgegevens. Dus kijk uit, als je dit filmpje binnenkrijgt, ziet er zo uit. Open hem niet, verwijder hem direct. Dan weet je zeker dat er niks gestolen van jou kan worden. En dat alles veilig bewaard blijft. Oké, jullie hebben het filmpje net dus kunnen zien. Mocht je hem nou wel binnenkrijgen, open hem niet, verwijder hem direct. En dan weet je zeker dat er niks kan gebeuren. En vergeet ook niet, mocht je het filmpje binnenkrijgen, stuur hem niet door naar je vrienden. Want het kan zomaar zijn dat je iemand een hele hoop problemen bezorgt. En ja, dat wil natuurlijk niemand. Deel deze video dus zoveel mogelijk. En maak mensen bewust van het feit dat dit in de toekomst nog wel eens een heel vervelend staartje kan gaan krijgen. Daar willen we iedereen natuurlijk zoveel mogelijk voor behoeden. Dan zien we jou de volgende keer bij een nieuwe video van Handig. Dat is handig!